En er is een stroomstoring gaande op het Mediapark. Dus ik zou zeggen, welkom nieuwe kijkers bij Cultuur in Actie. We zijn alweer bezig met de vijfde dag van deze ketendemonstratie. Aan de tafel zijn aangeschoven Christian Seikens en Allard Blom. Christian, Allard. Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja. Vorig jaar begonnen met een eigen theaterbureau, productiebedrijf, ja. Theater BV. Ja, dat klopt. Nou, een kwestie van slechte timing. Nou, dat leek aanvankelijk natuurlijk niet zo. Nee. Dat kan je niet voorzien, hè? Nee, dat kan je niet voorzien. Maar ik bedoel... We begonnen in oktober, toen hadden we onze eerste première. En die tour konden we succesvol afronden in januari. En toen stonden we vol in de startblokken voor onze tweede première op 10 februari. Ja. En dat ging fantastisch. En we hadden zin in om de hele tour te doen. En op 12 maart was het, geloof ik. 12 maart. Was het decor opgebouwd. En hoorden we dat het opgebouwde decor zo weer de bus in kon. En de acteurs weer terug. En de acteurs naar huis. Ja. En hoe reageer je dan? Nou, dan ga je in principe... De eerste reactie is dat je aanstaat als producent. Omdat je... theatermensen zijn emotionele mensen. Over het algemeen, ik ook. Maar je moet dan even de emotie aan de kant zetten. En dan moet je dingen gaan regelen. Dus je moet gaan bellen. Wat gebeurt er? Waar gaan we naartoe? Enzovoort. En later komt die emotie ook wel, hoor. Moet ik zeggen. Maar op dat moment moet je gewoon regelen. Je moet regelen. Heel veel bellen met mensen. Met je impresariaat, met je impresario. Met de cast. Je moet proberen slimme dingen te zeggen. Toch een soort van geruststellen. Mm-hmm. Je moet proberen om te boeken. Ja. Moest je jezelf ook geruststellen? Oh, wat een goede vraag. Enigszins wel. Ja, beetje wel. In het begin was het natuurlijk... We hebben allemaal in zo'n fase gezeten dat we denken... Oh, het valt allemaal wel mee. En uiteindelijk krijg je toch door dat het ernst is. Ja. En eerst de eerste stap die je onderneemt is... kijken wanneer zijn we terug? Wanneer zijn we er weer? En dat is ook wat ons... Nee, maar als je natuurlijk net begint met je eigen productiebedrijf, je eigen theater, dan heb je een droom, dan heb je plannen, dan heb je ideeën, dan... Nog steeds. Ja, nee, natuurlijk. Ja. En de droom was er. Ik bedoel, op zo'n première ben je apetrots en dan weet je dat dat toert. En we stonden vlak voor twee knettervolle dagen de Lamar de week erna. Dus daar, en dan weet je, dan komen superveel bekenden kijken. Dus iedereen had er ontzettend veel zin in. Ja, en als dat niet door kan gaan... En wordt het zonder dat je er iets aan kan doen, wordt het gewoon... Ja, ja, maar dat stelt ook wel enigszins gerust. Je is ook een beetje niks troost. Aan doen. Ja. Mm-hmm. Dus ja, maar dat betekent dat ook dat je er zelf niks aan kan doen om het op de rit te krijgen. Nee, maar je kan jezelf ook niet schuld geven of andere mensen de schuld geven. En dat stelt dan weer gerust. Dat stelt enigszins gerust. Zullen we even kijken, want er is een trailertje volgens mij van jullie bedrijf. Van wat voor soort productie jullie maken. Dat is misschien wel leuk. Ik ben vrij in het duister. Ik denk dat het beter is als jij ik weet zeker dat u er bent. Gewoon mensen, fotografen, journalisten. God voor die telefoon op. Hallo? We kunnen zoiets moois verzieken. Met die naam. Is mijn naam ook al niet goed? Nooit meer Marilyn Monroe. What's up, Doc? Dr. Greenson? Iedereen weet naar die vertoning wie dat is. Dus je denkt mij weg te sturen, mag ik even? Samen met jou, ja. Weet. Samen met jou. Marilyn Monroe en Joe DiMaggio gaan scheiden. Nu al? Nooit één film, maar 10 achter elkaar. Goed beschouwd is Marilyn niet veel meer dan een afgewezen junk. Doe je stikken? Doe je sterven? Verpletterd, vermorzeld, verpulverd in scherven. Dus de droom staat even on hold. Ernstig. De trein is bizar tot stilstand gekomen. Ja. En niet alleen voor jullie, ook voor al die mensen natuurlijk. Voor al die mensen. Ja. Iedereen die erbij betrokken is. En dus niet alleen acteurs, maar ook onze technische ploeg. Ja. En muzikanten. Ja, muzikanten. Dat is, dat is heftig. En het is kijken of... Voor nu, voor deze voorstelling, betekent het ook afstel. Ik bedoel, we kunnen dit, het is een dure voorstelling om te maken. Voor ons als beginnend bedrijf, we kunnen dit niet zomaar oppikken. En het is ook niet zomaar om te zetten naar een 1,5 meter regie of zo. Dat willen we ook niet. Zou misschien wel kunnen, maar we willen het niet. Ja. Dan haal je toch een kracht uit de voorstelling, dan maak je een voorstelling zoals die niet bedoeld is. Maar dat betekent ook in financieel opzicht een behoorlijk verlies. Zeker. Lachten zij. Dat is een feit. Dat is een absoluut feit. En ook daarin sterkt het je enigszins dat je weet
dat je met z'n allen in hetzelfde schuitje zit. Daarom is zo'n dag als vandaag ook sterk. Omdat je om je heen kijkt en denkt, het is zo breed. Zoveel mensen hebben hiermee te maken. En zoveel mensen hebben met de gevolgen te maken. Ja. Dat het niet ongehoord kan blijven. Nee, en dat die luide roep, dat sterkt wel. Ja, zeker. En vooral positief blijven. Ik denk dat wij echt vanaf dag één wel heel positief zijn gebleven. Ja. En niet zozeer meer kijken naar wat we niet hebben, maar wat we allemaal nog wel kunnen. Ja, en wat kunnen jullie nog? Nou ja, we kunnen doen waar we heel goed in zijn. En dat is creatief zijn en proberen mooie voorstellingen te maken. Mm-hmm. En ik denk ook dat... We zijn Nederland en Nederland staat volgens mij heel erg bekend omdat we heel erg ondernemend zijn. En creatief ondernemend zijn. En dan mag je best even somberen. Maar volgens mij gaan al die schouders er weer onder binnenkort. En dan gaan er hele mooie bijzondere dingen ontstaan. Ja, halen jullie zelf inspiratie uit deze periode? Zeker, zeker. Ja? Op welke manier? Je gaat nadenken wel over... Wat Chris net zei is wel een goeie. Je probeert even te negeren wat niet mag en te kijken naar wat wel kan. En dat wakkert een creativiteit in je aan die ook weer spannend is en plezierig is om te kijken wat voor voorstelling zouden we wel kunnen maken. Hoe zouden we wel een nieuw verhaal kunnen vertellen, bijvoorbeeld als we van nul af aan beginnen en we kijken naar alle regels die er nu liggen. Kun je mensen dan toch nog betrokken krijgen bij zo'n verhaal, geëmotioneerd krijgen. Kun je een voorstelling maken zoals een voorstelling bedoeld is? Kan je mensen laten lachen, aanzetten tot nadenken, een traan laten? En ik denk wel dat dat kan. Wij denken wel dat dat kan. Ja. Dus daar zijn we ook mee bezig. Zijn we bezig. Ja. Ja. Met iets nieuws. Ja, zeker. Ja. 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 En jullie zijn dat bedrijf begonnen, dat nieuwe bedrijf, met het idee om de nieuwe Stage Entertainment te worden? Of wat? Nee, we hebben geen ambitie om iets of iemand te worden. We willen vooral onszelf zijn. En wat is onszelf? Mooie voorstellingen maken. En eigenlijk ook proberen de hoeken te zoeken waar anderen niet zitten. We begonnen met een horror toneelstuk. Een compleet bizarre voorstelling was. Maar we dachten, als we iets als eerste gaan doen, dan doen we dat. Want dit verwacht echt niemand. En dat is eigenlijk die rare plek die niemand voorspelt. Is eigenlijk de plek waar wij ons wel comfortabel voelen. De gekte, de waanzin. En dat vind ik ook het leukste om te doen. Ja. Je zegt mooie voorstellingen maken. Waar voldoet een mooie voorstelling aan? Als het je raakt als publiek, denk ik. Als je erdoor ontroerd kan raken. Mm-hmm. Of erover nagedenken, wat ik net al zei. Ja, dat is denk ik een mooie voorstelling. Maar het kan van alles zijn. Het kan ook gewoon entertainment zijn. Het kan ook gewoon een avond leuk lachen. Dat kan ook een hele mooie voorstelling zijn. Ja, zeker. Ja. En ik denk dat dat raken in de breedste zin van het woord is. Zeker. Dus de lach is net zo waardevol als de traan. Iedere emotie doet ertoe. Zeker. In dat opzicht. Ja. Ondanks dit, ondanks het verlies, ondanks ook afscheid nemen van zo'n productie. Ja. Waar natuurlijk ook je hart, je ziel en zaligheid in ligt. Het doet ook wel wat als je dat dan weer even zo'n trailer terugziet. Want je hebt het weken niet gezien. We zouden 3 mei de laatste voorstelling officieel hebben gespeeld. En ook die 3 mei, het was volgens mij 5 mei dat ik pas dacht van... Oh, we hadden 2 dagen geleden officieel de laatste voorstelling. Ja. En die trailer zie je ook niet terug, want je bent met hele andere dingen bezig die afgelopen week. Dat doet wel even wat op de een of andere manier. Het is raar. Ik bedoel, ik ben in die zin ook op een andere manier nog... Ik heb het ook geschreven, dus ik ben ook op dat niveau, zou ik zeggen, erbij betrokken. En het is raar als je bij dat soort data stilstaat. Dat je denkt, vandaag hadden we... ik had het bij de Lamar bijvoorbeeld, dat je denkt, vanavond hadden ze de tent af moeten breken. Ja. Het zou ook weer de eerste keer zijn dat wij gingen kijken naar de première. Ja. Waar we heel veel zin in hadden. Dat ging niet door. Maar wat ik uit jullie verhaal wel hoor, is hoop voor de toekomst. Schouders eronder. En we gaan verder. Zeker. Creatief ondernemend. Absoluut. Zeker. Ja. We kunnen niet zonder. Nee, dat is duidelijk. En voor hoeveel mensen gaan jullie tekenen? 20. 20 mensen? Ja. Ga je gang. Daar is het bord. Dankjewel. Dank voor jullie komst natuurlijk. Dank voor al die onbekende hoeken nog van het theater die wij nog niet kennen. En waar jullie prachtige voorstellingen over gaan maken. Dat maakt nieuwsgierig. Christian Seikens en Allard Blom. Wij worden ondersteund, jullie worden ondersteund, de hele sector wordt ondersteund. We krijgen zoveel verschrikkelijke goede berichten hier. Ben goed om de stem van de cultuur te horen, zo is het. Laat het werk maar weer snel beginnen. Leonie zegt, ik wil cultuur. Nou, met deze man van deze mannen krijg je dat. En Johannes, wie kan er leven zonder cultuur? Ik niet. Daar sluit ik me bij aan.